Goedenavond en welkom op deze hele bijzondere avond. Welkom op het AITRA Awards Gala 2011. Je hoort wel eens dat over vrouwen wordt gezegd van men gunt elkaar niks. Nou, dat is in dit zakelijk netwerk absoluut anders. Men gunt elkaar juist heel veel. En je kunt op elkaar bouwen. En daardoor is dit zo'n ontzettend levendig en vooral ook gezellig netwerk. Vrouwen van nature niet zo de neiging hebben om zichzelf heel erg in de picture te plaatsen. Mannen hebben dat wel meer van nature dan vrouwen. Dus vrouwen hebben daarbij toch zeker prikkeling nodig. En wij laten die vrouwen bewust worden van het feit dat je nog beter kunt presteren en nog meer je zakelijke doelen kunt bereiken wanneer je bewust en strategisch werkt aan zichtbaarheid. AITRA maakt vrouwen zichtbaar. En ik denk dat je vandaag ook wel ziet, of vanavond ook wel ziet, dat heel veel genomineerde dames werken heel hard, hebben een heel mooi bedrijf opgebouwd, maar heel erg intern gericht. En ik denk dat wij als AITRA vrouwen zichtbaarder laten zijn. En de combinatie vrouwen met elkaar laten netwerken. Vrouwen werken veel en daarna zijn ze heel snel geneigd om bij het gezin thuis te zijn en komt er niet zoveel van. En door AITRA is dat wel een nieuw fenomeen. AITRA is een platform voor prestatie- en carrièregerichte vrouwen. Het platform zet zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van deze groep vrouwen ten einde te stimuleren hun stappen op de carrièreladder te zetten. Maar ik vind het erg leuk dat het een avond is waarin de vrouwen gewoon centraal staan en dat de man erbij mag zijn en kan zijn, dat wij een keer mogen stralen. Een dame die al vrij vroeg in haar carrière risico's durfde te nemen en de stap gezet heeft van een veilige baan naar echt ondernemerschap. Passie en betrokkenheid stromen door haar bloed. En daar waar haar schriftelijke presentatie vrij schuchter en onzeker overkomt, staat in persoonlijke interactie een sprankelende en zelfverzekerde vrouw. Een ondernemer die open staat voor nieuwe ideeën en bewust op zoek gaat naar herbronning. Een attente vrouw, ook die het intrinsiek gewoon goed met je meent. Deze belofte hebben we in ons hart gesloten. We nemen haar graag op in het AITRA-netwerk. Ja, ik zie ze allemaal naar elkaar kijken. Oh, jij kan het nog zijn, jij kan het zijn. Maar Jon Hamers heeft nog één envelop. Kijk, dat is mooi. Ze hebben nog even overleg ook, hè? Echt ondernemende vrouwen. Je kan het niet meer veranderen, hoor, dames. Oh, wat vind ik dit leuk. Marlies, onder dat mooie tromgeroffel. Eén van de drie vrouwen, die ken ik iets beter. En die is het dus geworden. Heel klein beetje beter maar. Ik was namelijk net met haar bij de toilet. Astrid Boot! Astrid Boot, eigenaar-directeur Kindercentrum Bellefleur BV en Kinderdagverblijf Bellefleur Etten-Leur. En kijk eens, Marlies. En jij hebt certificaat. Het certificaat, de check. Ja, ik moet even je eerste reactie vragen, Astrid. Joepie, de woepie!
uitspraak van school, denk ik, hè, van het kinderdag. Nee, ja, hij is gewoon echt super. Ja, overweldigend, super. Want ja, eigenlijk verwacht je het niet. En eerlijk gezegd had ik zelf zoiets en ook de medekandidaten van het is zo leuk geweest deze periode. Worden we het niet, en ik had dat zelf ook, dan is het niet zo, maar dan hebben we wel genoten. Dus je staat er eigenlijk best wel relaxed in. Maar ja, dan win je toch en dan denk je, ja, dat is wel heel super eigenlijk. Ja, jammer maar een terechte winnares. Ja, het is Astrid volledig gegund, absoluut. Je bent zo bezig met je bedrijf en je bent altijd zo aan het werk. Je hebt jonge kinderen en je zit in een soort trein. En dan word je op een gegeven moment uitgehaald. En dan ga je even achteroverleunen en denk je, oh ja, goh, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan de afgelopen jaren? Ja, ik vind het bijzonder. Het is super groots aangepakt. Het is echt een prachtig evenement geworden. En echt een eer om toch hier op het podium te staan. Ja, wij vrouwen, tenminste ik spreek voor mezelf. Ik heb altijd zoiets gehad van, oh joh, laat mij maar lekker werken en ik doe lekker alles achter de schermen. Maar nou is het zover en ik geniet er enorm van. Ja, ik vind het een hele inspirerende club eigenlijk, qua vrouwen en qua organisatie. Ja, super. En voor ons een eer natuurlijk dat we zover konden komen. Fantastisch. Een uitgebalanceerde mix van authenticiteit, passie, kracht, lef en ambitie hebben we gezocht en gevonden in de winnaar van de award. Een inhoudsvolle en duurzame ondernemer die in een vakgebied dat bekend staat als hart en kil, warmte en passie uitstraalt. En tot slot, een mens met een opdracht in het leven, waardoor ze een rolmodel is voor vele vrouwen die de doelgroep voor AITRA vormen. De winnares van de AITRA Award 2011 is Mariette Langes. Mariette Langes, gerechtsdeurwaarder, directeur bedrijf Rosmalen gerechtsdeurwaarder. Gefeliciteerd. Oh, helemaal geweldig. En ja, zo geweldig dat ik er eventjes helemaal stil van word. Zo stil moet ik niet zijn natuurlijk nu. Maar van binnen ben je inderdaad even helemaal stil. De erkenning die je nu krijgt. En de mensen, het zichtbaar zijn, dat mensen je zichtbaar hebben kunnen maken. De organisatie van AITRA heeft mij zichtbaar gemaakt en heeft mij zelf ook scherp gezet op wat ik ben en wat ik zelf als vanzelfsprekend vind. Dus dat vind ik eigenlijk heel belangrijk, dat gebeurd is in dat proces hier voorafgaand. En natuurlijk vergeet ik mijn man niet, hè. Werner moet ik even bedanken. En mijn lieve vrienden die hier zijn, mijn collega's die hier zijn. En Wil Rosmalen, de naamgever van het bedrijf. Hij is er. Er werd ook gezegd net van, het lijkt wel of hij zelf genomineerd is. Zo trots is hij op je. En ja, hij is een soort vader voor me. En ja, ik ben gewoon heel erg blij met deze award. En ik denk ook om de mensen en de namen de vrouwen hier in de zaal een stimulans te geven. Durf in jezelf te geloven en ga ervoor. Zeg ja en ik zou zeggen, succes ermee. Zeg ja, wat een mooie woorden. En kijk eens, daar komen de prijzen aan. De enige echte AITRA-ring. De check. Jij gaat lekker een week naar Zeeveld. Je krijgt een Audi Q5 mee. Je gaat golven bij Golfpark De Hamen. Alles. Neem het in ontvangst. Dan ben je even helemaal blij, maar je wordt van binnen even helemaal stil. En helemaal in rust en dat je denkt van wow, dat hebben andere mensen zien. Dus zoveel in jou, wat jij zelf als vanzelfsprekend vindt, wat ik net, dat zien anderen in jou. En dat maakt dat je daar weer scherp en bewust van wordt. Ja, helemaal.